Hier zie je het overzicht van de halve dagprogramma. Onthaal en inleiding. Dus dat is, gaan we zo beetje aan de inleiding beginnen. Vervolgens toelichting door de provincie West-Vlaanderen. Jan van de Kavei die gaat spreken. Gevolgd door Green Deal Tuinen door mijn collega Niels Willow. En dan de pauze. Goed, dit is de inleiding. Ja, het eerste blad. En dan vliegen we er nu in met de veranderingen in ons weerpatroon. Links zie je de grondwaterstanden die ook al getoond zijn in de presentatie van Jan Staes in de Vlaanderen Brede Sessie. De blauwe kleur die... Oké, dank u wel. De blauwe kleur die je links ziet in het diagram is oké, maar de donkere kleur rechts wijst naar de lage grondwaterstanden. Een evolutie die er eerder slecht uitziet. De tabel rechts geeft de jaargetijden weer. De blauwe rechthoekjes is de situatie waar we nu ongeveer in zitten. Oranje is de voorspelling bij business as usual. De curve toont duidelijk de nattere winters en extremere droogtes in de zomer. Maar niet alleen de seizoenen veranderen, ook de intensiteit van de neerslagen hebben een veranderend patroon. Zo wordt het een neerslagintensiteit die zich tot 2000 eens in de 10 jaar voordeed, volgens de voorspelling van 2100 een jaarlijks fenomeen. Dit wordt dus een grote uitdaging voor het Vlaanderen met vele verhardingen. En zo zijn er kleine en grote problemen. Meer verharding en langere droogteperiodes hebben tot gevolg dat we meer met droogtes te maken hebben. Bouwprojecten en boorputten versterken het probleem. Hier zie je iemand die klachten heeft over ja, de scheuren in zijn huis vanwege de droogtes en de boorputten, of de bemaling in de omgeving. Tegelijkertijd zullen die vele verhardingen ook problemen scheppen omdat neerslagen veel intenser worden. Als ook zullen de winters regen vallen, zullen in de winters meer regen vallen die moet opgevangen worden. En dan kunnen we ook nog een keer het waterverbruik per sector bekijken. Hier zie je de waterbalans van de provincie Limburg. Links zie je de verschillende bronnen, rechts de gebruikers. Drinkwater bestaat uit grond- en oppervlaktewater, vooral gebruikt door de bevolking. Ongeveer evenveel grondwater wordt rechtstreeks door de grond... Iemand is aan het stofzuigen, geloof ik. Oké, dank u. Ongeveer evenveel grondwater wordt rechtstreeks door de industrie en door de landbouw gebruikt. Nu, de industrie is, verbetert zich alsmaar meer en meer. En ze zuiveren en hergebruiken grote delen van hun afvalwater. Dus een meer cyclisch gebruik. Voor de landbouwers is het echter moeilijker om alternatieven te vinden. Het moet echter een doel zijn om de grondwaterlagen zo weinig mogelijk te gebruiken. Grote projecten als deze in de Kalkense Meersen halen het nieuws. Hier gaat het om een grote oppervlakte waar water kan infiltreren. Maar feitelijk helpen alle kleine beetjes. De filosofie van de watertoets moet integraal deel uitmaken van elke aanvraag. De straat en de gebouwen zijn grote oppervlakten verharding die bij regenval zeer snel de riolering overbelasten en vervolgens de water lopen. Omgekeerd is er te veel, of beter gezegd, te weinig infiltratie. Deze wadi hier kan een deeloplossing zijn. Zo kan bij elke aanvraag het globale waterplaatje worden bekeken. Dus de uitdagingen zijn tweerlei. We moeten ons wapenen tegen overstroming en droogte. En anderzijds moeten we meer doen met dezelfde watervolumes. Een leidraad kan zijn een ladder van Lansing. Het hoogste niveau is de meest wenselijke en streeft naar een minimum van verharding. De drie volgende moeten perfect realiseerbaar zijn. De voorlaatste zou business as usual zijn, dus in een gesplitst stelsel. En in de laatste is het niet evident voor een waterzuiveringsstation als alle volumes moeten verwerkt worden. Dat leidt uiteindelijk tot, bij veel neerslag tot overstorten die op hun beurt tot vervuiling van de oppervlaktewaterlijn. Voilà, tot zover mijn inleiding. Ik geef het woord aan Jan van de Kavei. Jan, bent u aanwezig? Ik ben aanwezig. Oké, neem maar over. Ik zie dat er nog mensen aan het binnenkomen zijn. Dat zou kunnen. Ik was te veel geconcentreerd.
Ja, goedemorgen. Ik ga ervan uit dat er af en toe nog wel mensen gaan binnenkomen of af en toe een keer gaan stofzuigen of koffie gaan halen. Bedankt in alle geval, Bart, voor de inleiding. Dus de ladder van Lansing is jullie dus nu niet vreemd. Maar ik zal mijn toelichting geven met een korte duiding van wat wij als waterloopbeheerder als provincie West-Vlaanderen doen. Ik denk dat dat voor velen onder jullie wel gekend is. Voor de anderen zal dat nieuws zijn. En anders, de kracht van herhaling is ook altijd positief. En een praktische vraag, de bediening van de slides, Bart. Ik vermoed dat jij dat doet. Ja. Dus het integraal waterbeheer in onze provincie, de provincie West-Vlaanderen. Zoals in de inleiding ook al door Bart aangegeven, we hebben te kampen met problemen van droogte. Hè, en we hebben ook te kampen met problemen van wateroverlast. Dus in die zin had de uitdagingen die zowel naar droogte als naar een teveel en een tekort aan water, die gaan we in samenhang aanpakken. Dus al jaren eigenlijk de filosofie bij ons in de provincie en ook eigenlijk in het volledige waterbeheer, waarbij dat we dus niet alleen bepaalde maatregelen gaan nemen tegen wateroverlastbestrijding, maar dat er ook meer en meer maatregelen komen tegen de verdroging. Of de problemen die rijzen bij het tekort aan water. Ja. Hoe zit het waterlopend beheer in de provincie West-Vlaanderen in elkaar? Zoals je kunt zien op de kaart heb je verschillende blauwe lijnen. Dus de blauwe zijn eigenlijk de waterlopen tweede categorie. Dus dat de provincie of het polderbestuur de verantwoordelijkheid voor heeft. De polders die het beheer doen op de waterlopen tweede categorie, die krijgen eigenlijk het onderhoud, de kosten voor het onderhoud terugbetaald door de provincie. Dus dan noemen wij eigenlijk, dan zijn wij financieel verantwoordelijk voor ongeveer 3653 kilometer waterlopen in heel de provincie. Het is na 2014 eigenlijk een interne staatshervorming dat er vanuit de gemeenten, dat wij vanuit de provincie aan de gemeenten de aangeboden hebben om eigenlijk van bron tot monding één beheer te hebben van het water. Lopen stelsel, waardoor dat je dus kleinschaliger maatregelen bovenstrooms kunt nemen ten opzichte van grote investeringen benedenstrooms. Als je bepaalde vragen hebt van een burger van ja, is deze gracht of deze waterloop of deze beek nu bij deze of deze beheerder ingeschreven, dan kan je altijd terecht op de website giswest.be/waterlopen en dan kan je eigenlijk op adres ook gaan zoeken. Zie je dan ook een kaartje zoals linksonder, wie dat wat doet of waar dat wie zit om het beheer te doen. Zeker ook, vroeger was dat meer manueel, nu is dat geautomatiseerd. Maar vroeger kon je wel als, eens moeten zoeken wie de waterbeheerder is. Even kort herhalen dat er een waterloop eerste categorie door het Vlaams Gewest beheerd wordt, zowel binnen als buiten polder. Binnen en buiten polder is er wel een verschil voor de tweede en de derde categorieën. Dus je ziet dat er nog enkele, zeker dan de kanten van Oost-Vlaanderen en Maldenhem, nog een vijftal kilometer in de polder in beheer zit van de gemeente. Ook in Poperingen zijn er nog een 35-tal kilometer waterlopen in eigen beheer van de stad Poperingen zelf. Maar de rest zit eigenlijk verdeeld onder de provincie en het Vlaams Gewest. Dus een eenheid van beheer heeft ook een beter overzicht en als specialisten zijn we daar dan inderdaad ook mee bezig. Op de volgende slide zie je eigenlijk nog een keer in cijfermateriaal van wat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een klassering van de waterlopen, dat staat in de wet onbevaarbare waterlopen, hoe dat die klassering in elkaar zit. Het is eigenlijk altijd een plezant vraagje op een examen voor de provincie van ja, wat is een waterloop tweede categorie? Als ze dan afkomen, de kandidaten, met het is een bovengemeentelijke waterloop, waarbij dat het geen eerste of geen derde categorie is, dan hebben ze eigenlijk al een half punt. Als ze dan natuurlijk nog de rest kunnen uitleggen, ben ik helemaal content, dan krijgen ze het volledig punt. Dat is eigenlijk de klassering die in de wetgeving opgelijst staat en het aantal kilometers daarbij. Dat zijn de onbevaarbare waterlopen. Ja, op de volgende slide zie je dan
De andere waterlopen, dus de grote rivieren, de grote stromen. In onze provincie heb je dan natuurlijk de IJzer. In de Westhoek denk ik dat iedereen wel de IJzer kent. Ook buiten de Westhoek uiteraard. In heel Vlaanderen is dat verplichte kost in de lessen aardrijkskunde in de lagere school. De kanalen zijn er dan uiteraard ook. Het kanaal Gent, Brugge, Oostende. Die zitten eigenlijk allemaal onder het beheer van het Vlaamse, namelijk de Vlaamse Waterweg. Dat is nu samen voor heel Vlaanderen verantwoordelijk. Ja. Als we de waterlopen niet onderhouden, wat gebeurt er dan? Ja. Dan kan je zeggen, van dan zal het water vertraagd afgevoerd worden en dan heeft het meer kans om te infiltreren. Dat zijn meningen die nu veel geponeerd worden en die deels ook waar zijn. Hè. Dus het klopt dat als je een waterloop niet onderhoudt, dat kun je eigenlijk op deze foto heel goed zien. Het deel helemaal vooraan op de foto is reeds gemaaid. Het andere deel op de foto is nog niet gemaaid. Dus als je dan niks doet, dan krijg je een zekere verruiging van het systeem. Dat heeft een vertragende effect uiteraard. Maar het kan dusdanig vertragend werken dat er geen afvoermogelijkheid niet meer is. Hè. We mogen niet vergeten dat er nog altijd heel veel water valt in de winter. Dat zal ook zo blijven. Dus een waterloop heeft een zekere afvoerfunctie, dat is de basisfunctie aan een afvoer van water. Dus als we het niet maaien, krijgen we eigenlijk een volledig dichtgegroeide waterloop, waarvan dat je dan uiteindelijk op langere termijn niet eens meer zou kunnen zien dat het een waterloop is. Op de volgende slide zie je dan eigenlijk naast maaien ook slipruimingen, dus waar dat er heel veel organisch materiaal, zeker ook van bepaalde plaatsen, waar dat nog een rioolstelsel, een gemengd rioolstelsel in de beek komt, krijgen we dus, maar ook zeker het sediment van afvloeien van bodemdeeltjes van landbouwpercelen of van vrijliggende percelen, die verzamelen zich allemaal in de waterloop, die stapelen zich op en pakweg eens om de 10 jaar, 10 à 15 jaar afhankelijk van, moeten we ruimen en gaan we dus slipruimingen doen. Hier gaan we eigenlijk altijd eerst voorafgaandelijk een slipanalyse doen, hè, om dus de milieuhygiënische kwaliteit daarvan te weten. Als dit over dezelfde ja, positieve elementen beschikt, dus als het niet vervuild is, dan kan dit gedeponeerd worden in de 5-meterstrook, maar daar kom ik straks nog op terug. Is dit vervuild, dan moeten wij dit afvoeren, en dan zijn de kosten natuurlijk navraag. Naast maaien en ruimen hebben we ook kalibreringswerken. Kalibreringswerken is eigenlijk als we niks doen, en dat is bijvoorbeeld de waterloop derde categorie waar er jaren niks aan gedaan is. En dan ga je eigenlijk een volledige verdichting, een dichtslibbing krijgen van de waterloop. Dan heb je af en toe wel een keer te veel cholesterol in de aderen, de wateraderen. En dan moet je enkele stands steken of moet je hier en daar toch een keer die dichtslibbing wegnemen. En dat noemen we eigenlijk kalibreringswerken. Waarbij dat we dus eigenlijk de waterloop terug op zijn verhund profiel plaatsen. En we hebben op bepaalde plaatsen ook gemerkt van ja, we moeten een groot investeringswerk doen omdat er wateroverlast is. En we gaan een keer kijken waar dat de waterlopen liggen. We beginnen met de kraan te ruimen en we komen eigenlijk op de oeververharding, dus op de harde oeverversterking komen we uit eigenlijk als we de kraan aan het laten werken zijn. Waarbij dat je dus merkt van ja, hier is jaren niks aan gedaan geweest. Maar het gewoon de waterloop een keer opnieuw op orde te zetten, zijn er al heel veel problemen opgelost. Wat wij nog doen in het onderhoud, zie je dan op de volgende slide. Dat is de oever die wegzakt, oeverbeschermingswerken. Dus het kan dus inderdaad zijn dat als er, zeker bij nieuwe waterlopen, moeten wij wel palen en planken in de bodem steken. En dat gaan we zoveel als mogelijk met natuurtechnische materialen doen. Dus als je de teenversterking van beneden in de talu eigenlijk doet, dan kan je eigenlijk met een flauwe talu gaan werken. Hier is een voorbeeld van een kokosrol, wordt niet zo heel veel meer gebruikt, maar is natuurlijk wel interessant om van eerste keer een zekere, bij bredere waterlopen, een start te krijgen met een rietvegetatie, waarbij dat je dan natuurlijk een natuurlijke versterking ook van de oever hebt. De volgende slide zie je enkele andere
werken die we in het onderhoud doen. Dus dat zijn eigenlijk kleinschalige, wij noemen dat dan toch kleinschalige bermen die we aanleggen, waarbij dat het landgebruik in 99% van de gevallen kan blijven doorgaan. Dus op de bovenkant van de slide zie je eigenlijk een berm die in droog weer eigenlijk daar is, dus in de zomer. Ja, er staan er natuurlijk wat koeien en zo. Dus je ziet daar eigenlijk een gemetste muur waarbij dat er een schuif staat. Die schuif laat een beperkt debiet van de beek door. In normale omstandigheden is dat geen enkel probleem. Maar bij hevige zomerse onweders, hoofdzakelijk dan, niet bij langdurige regen in de winter, waarbij je elke dag 5 liter hebt, had dergelijk systeem niet in werking treden. Maar wel bij de hevige zomerse onweders, wanneer dat er heel veel water op korte tijd valt, dan zal deze wei eigenlijk gedurende een zekere tijd onder water staan. Dat kan enkele uren duren, afhankelijk van de hoeveelheid water. En dan zie je dat die wei eigenlijk onder water kan komen. Dus het typische voorbeeld van een vertraagde afvoer en het gebruik van de natuurlijke vallei. Een vallei in West-Vlaanderen is natuurlijk, ja, in het Heuvelland kennen ze wel de bergen, hè, maar in de iets lager gelegen gebieden heb je ook altijd wel wat hoogteverschillen. En als je met een hoogteverschil van 3-4 meter kunt werken, is er al heel veel mogelijk. Kan je op een natuurlijke manier eigenlijk de vallei gaan optimaliseren om zijn waterbergende functie weer in gebruik te nemen. Als onderhoudswerken eigenlijk niet volstaan, dan gaan we naar investeringswerken. Dus een investeringswerk is eigenlijk bijvoorbeeld een aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. Hier zie je een offline systeem. Dus het vorige was eigenlijk een beek die passeert en daar ruimte krijgt. Dus een online systeem, dus als de beek een expansie vat op de beek, kan online of offline zitten. Dus offline ligt naast de beek. Dus hier heb je hetzelfde principe, helemaal achteraan op de foto zie je een debietsbegrenzer. Die houdt het water tegen. Niet volledig, dus hij laat een zekere hoeveelheid water door, maar het teveel aan water wordt afgeremd. Het debiet wordt begrensd van het water dat door die beek kan. En dan moeten we ergens een instroomzone gaan creëren, dus een verflauwing in de talu, om het water te laten overstromen. Deze foto is eigenlijk genomen van, dus kijkend naar de straat. De foto in de inleiding en die ook op mijn achtergrond staat. Als je het beeld staat, zie je eigenlijk het systeem in werking. Maar op de volgende slide ga je het eigenlijk ook zien. Dat is eigenlijk het principe. Hè, het water in de beek vult zich. Het loopt over, hè, over de berm. En dan is het gewoon, er is geen hoogtechnologisch gedoe aan dat er aan te pas komt. Er is eigenlijk een terugslagklep die onderaan zit. En het systeem van communicerende vaten zorgt er eigenlijk voor dat het water opnieuw uit het bekken kan stromen naar de beek toe. Er is geen hoogtechnologische slide die hier staat, maar het principe is wel duidelijk. Dus je hebt gewoon een normale beek. Het water in de beek kan stijgen, hoeft op zich geen probleem te zijn. Het kan dan terug verder dalen. Een keer dat er te veel water is, dan begint het te overstromen. Een keer dat je op hetzelfde niveau zit, gaat het de wet van de communicerende vaten ervoor zorgen dat het geleidelijk aan terug aan het watersysteem, aan de waterloop, naar de waterloop kan stromen. Waarbij dat je dus eigenlijk een vertraagde afvoer creëert en dat je de hoeveelheid water die gevallen is over een langere periode kunt uitsmeren. Dus we gaan eigenlijk de piek van de bui die afkomt, gaan aftoppen. Dus we gaan niet al het water tegenhouden, maar de piek van de bui gaan we aftoppen, waardoor dat de stroom afwaarts geen wateroverlast eigenlijk wordt veroorzaakt. Dat is eigenlijk het principe van een offline gecontroleerd overstromingsgebied. Dat je dus op die manier kunt, ja, zonder dat je daar zelf moet enige sturing aan doen of achter je computer moet zitten om kleppen open te zetten of te doen, dat het water op een natuurlijke manier eigenlijk zo kan daar werken. Ja. Dus deze foto, zonder dat mijn lelijke kop ervoor staat, bij wijze van spreken, kan je hier dan eigenlijk ook zien in werking. Dus het water gaat links en rechts al de natuurlijke vallei gaan vullen. Dus een laaggelegen weiland
die een natuurlijk overstromingsgebied is, gaan we uiteraard gaan behouden. Die landbouwer daar, die weet dat ook, dat is altijd zo geweest. Dus we hebben daar geen bijkomende wateroverlast veroorzaakt. Maar aan de andere kant, waar we werken gedaan hebben, en je ziet dus eigenlijk nog de rietvegetatie staan midden in de waterplas, dat is het normale niveau van het water, omdat daar ook een permanente watergeveelheid staat. Maar eigenlijk op die instroomzone zie je dus het water uit de beek daarin stromen. Als jullie een dergelijk overstromingsgebied bij jullie in de gemeente hebben, en je ziet daar mensen lopen, haal ze alsjeblieft daarvan weg, want de kracht van het water kan mensen meespoelen en dan staat niet in voor de gevolgen. Dus dat is eigenlijk nooit toegankelijk. Dus ook als ze onder water staat, altijd opletten. Er zijn er nog die meegesleurd geweest zijn met het water en die ze dan achteraf op enkele plaatsen, enkele honderden meters verder teruggevonden hebben. Dus let daar heel goed mee op als jullie dat zien gebeuren. Het is geen moment om als ramptoerist te gaan kijken bij het bekken zelf. Als je op de straat staat en je ziet het gebeuren, dat is uiteraard geen enkel probleem. Dat zijn de investeringswerken, dus die naar wateroverlast toe zijn. Op de volgende slide zie je dan eigenlijk enkele foto's die niet alleen wateroverlast met zich meebrengen. Dus dat is eigenlijk dezelfde site, maar dan vanuit de lucht. Je ziet dus bovenaan ook die permanente waterplas. Doe maar verder met enkele volgende dia's. Dus er zijn enkele sfeerbeelden. Hier zit je bijvoorbeeld in Kortemark, de Krekenmeersen. Dat is nog een relatief... deze foto is nog genomen wanneer het bekken relatief jong was. Ondertussen is daar onder andere ook al een boomhaard bijgekomen. Is er ook een bijkomende berm geplaatst. Dus je ziet eigenlijk dat er een combinatie is van permanent water en een droger gedeelte. Om dus en onze bufferende capaciteit te hebben, maar ook om wat meer biodiversiteit daar te kunnen krijgen. Het is ecologisch ook meer verantwoord op die manier. Het water in het permanente waterbekken staat ook hoger dan de bodem van de beek, waardoor dat je eigenlijk een druk gaat creëren op het grondwatersysteem. En dus eigenlijk een soort infiltratie in het grondwater gaat creëren. We moeten dat ook niet overroepen. Het zijn geen al te veel grote kubieks die daar opkomen. Maar het is wel een zone waar dat het water kan langer staan. Dat het op zijn gemak kan infiltreren. De vlonderpaden en de wandelpaden ertussen. Het is raar dat er hier op deze foto geen mensen staan. Als je nu zou passeren in Kortemark, ja, dan kan je zeker op zondag bijna over de koppen lopen. Dus de mensen vinden dergelijke groene ruimtes ook wel in hun achtertuin. Ze beseffen soms niet dat het eigenlijk een overstromingsgebied is. Kleine anekdote, ik heb in 2016 toen ik ging gaan kijken naar niveau in de beek eigenlijk een viertal joggers moeten attenderen op het feit dat dat niet gewoon het dorpspark is, de Krekenmeers, maar dat het een gecontroleerd overstromingsgebied is. Dat zich op dat moment aan het vullen was. Ja, de mensen waren blij dat ik ze gewaarschuwd had, want ze gingen hun tour niet kunnen vervolledigen, want eigenlijk die volledige site kan blank staan. Dus niet alleen werking, op volgende slides zie je ook de recreatie. Het is geen foto uit de tijd van Breugel, maar het is wel een foto van in het begin van het bekken dat aangelegd is. Nu zou je dit niet meer zo kunnen doen. Niet dat het deze dagen niet meer vriest. Het heeft wel nog gevroren deze winter en voorjaar. Maar de rietvegetatie is dusdanig hoog gegroeid dat één deel eigenlijk niet meer gemaaid wordt. Gebruikt worden om desgevallend te schaatsen. Nu, in deze coronaperiode was het toch niet mogelijk en stelde zich het probleem niet. De volgende, alsjeblieft.
Lukt het om de volgende slide te geven? Nu zou je moeten de dingen zien, of zie je het niet. Dus in de volgende slide is die van de mensen achter in het ijs. Dus nu zie ik een luchtfoto met de werken die pas uitgevoerd zijn. Dan zal er bij mij waarschijnlijk een probleem zijn dat ik alleen nog de schaatsers zie. Ik heb ook al gemerkt dat af en toe je stem 2 seconden durft wegvallen. Ik weet niet of het bij mij ligt of bij u. Zal het waarschijnlijk aan Telenet liggen, dat de wifi 100% mee wil werken. Ja, praat maar verder. Het zal misschien dan een beetje gezichtsbedrog zijn van uw kant. Maar ik zal zorgen dat de slides meevolgen. Je beeld is ook nu verstart, zie ik. Ja, nu zie ik je weer bewegen. Ja. Ik ga voor de zekerheid de publicatie bij mij openzetten, dat ik weet wat ik aan het vertellen ben. He, ja. Zit nu al 16. Oké, dus we zaten aan de schaatsers. Dus naast de recreatie, een ander voorbeeld, een volgende slide, is dan eigenlijk diegene, een gelijkaardig project in de dorpskern van Zedelhem. Waarbij dat je dus ook een combinatie hebt van bestrijding van wateroverlast, maar ook recreatie. Op de volgende slide zie je dan eigenlijk een multifunctioneel gecontroleerd overstromingsgebied, maar dan specifiek met een waterspaarbekken. Dus als alles goed is, dan zien jullie een foto van een beeld van in Poperingen, waarbij dat we op de Vleterbeek dus een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd hebben. Met een waterplas, dus een waterspaarbekken. Op de volgende slide zie je dan eigenlijk hoe dat je water daar kunt gaan nemen. Dus met een aftappunt voor landbouwers die dus hun kar kunnen vullen. Dus je ziet daar aan de ene kant helemaal onderaan dus het vullen zelf met de Alton. Aan de andere kant zie je ook een plaats om sproeimachines te vullen. Dus wat we ook naar waterkwaliteit doen, is eigenlijk zorgen dat er geen puntvervuiling in de water terechtkomt. Door eigenlijk een soort biobed onderaan te plaatsen, dat als de sproeimachine gevuld wordt en die loopt over, dat het dus eigenlijk niet in het watersysteem terechtkomt, maar daar opgevangen wordt en dus ook ter plaatse kan afgebroken worden. Waterspaarbekkens op zich is iets wat we al heel vroeg in het, dus eigenlijk al van eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Ik word oud als ik over eeuwen begin te spreken, maar jullie begrijpen wel, enkele tiental jaren geleden zijn we daar eigenlijk ook al mee begonnen. En dat ging dan toen nog over het Interreg 2-programma. We zitten nu de voorbereiding van Interreg 6 aan het doen. Dus om maar te zeggen dat we dan ook al wel wisten dat er watertekorten konden zijn. Op de volgende slide zie je eigenlijk een verzameling, een tabel met de verschillende waterspaarbekkens die er liggen met waterspaarfunctie. Omdat dus die lijsten ook zeker naar landbouwers toe interessant zijn om te zien waar hebben we welke capaciteit, dus de minimale hoeveelheid water die daar eigenlijk in staat. Het is heel belangrijk om mee te geven, het is de grootte van de voorraad. Dus als het een klein beetje regent, dan is de inlaatconstructie, zorgt die ervoor dat het water daar opnieuw kan inlopen. En is er eigenlijk ook een bijvullen van het systeem. Dat zijn grote investeringswerken, dus de grote bufferbekkens die er liggen. Maar de grote zelf, die hebben dan het nadeel dat er naartoe moet gereden worden, dat de landbouwers zelf moeten water oppompen.
met al of niet geluidsoverlast en stofhinder als gevolg. Plus ook financieel, economisch is het niet zo interessant voor de landbouwers als ze meer dan 10 kilometer moeten wegrijden om het water op te halen. Dan is de kostprijs van de mazoet eigenlijk al vele malen hoger dan het water dat ze eigenlijk zouden aftappen van het drinkwater, het leidingsnetwerk. Dat het ethisch en deontologisch niet zo interessant is om en ook naar voorraden toe niet zo gewenst is om drinkwater te gebruiken om te beregenen of om ergens anders te gaan gebruiken. Het is logisch, het is evident, maar het is puur op economische wijze. Als ze water nodig hebben, van hoe kunnen ze eraan geraken? Hebben ze na de grote droogte van 2017 zelf nog een keer deftig berekend wat de loonwerker die komt om water te geven aan de planten, die moet ook betaald worden. Dus hebben we eigenlijk weer de volgende filosofie naar voren gebracht, en dat zie je op de volgende slide, van hoe kunnen we ook kleinere waterputten gaan promoten. Dus private putten promoten, maar ook dus sensibiliseren van als de mensen, landbouwers, willen, willen groenten kweken, dan moeten ze ook zorgen dat ze in hun bedrijfsvoering nagedacht hebben over hoe ze aan water geraken. Het is evident dat in deze drogere zomers er sowieso een berekening nodig is. Het is standaard zo dat bij een teelt als bloemkool of spinazie, dat daar water gegeven wordt naast de reerslag. Eén of twee keer wordt dat soms wel geïrrigeerd. Maar als je geen watervoorraad in de buurt hebt, dan kan je eigenlijk heel moeilijk aan een economisch rendabele uitbatting doen om groenten te gaan kweken. Ze rekenen vroeger altijd op water uit de waterloop. Sinds dat er captatiebesluiten waren door de grote droogte, is er een stroomversnelling gekomen in de aanleg van private putten. Hoe kunnen wij daar als provincie ook in meespelen? Dat is eigenlijk door onze doelstellingen die we hebben rond wateroverlastbestrijding, maar ook door ecologische maatregelen als een verschuining of een afschuining van de talu van de waterloop te gaan creëren, dat je dan op die manier eigenlijk ook een integraal waterproject kunt maken op gronden van particulieren, dus op gronden van landbouwers, waarbij de landbouwer in ruil dan eigenlijk een waterput heeft die hij kan gebruiken om te gaan beregenen. Dus dat is eigenlijk het principe. We gaan hier ook eenzelfde systeem als de offline bufferbekkens gaan gebruiken, waarbij we het water gaan afremmen. De put kan zich vullen, de overstromingszone kan zich vullen, het valleigebiedje wordt aangesproken. Het gaat over enkele duizenden kubus, niet over hele grote hoeveelheden, geen 10 of 20.000 kubus zoals bij grote investeringen. Maar, zoals al gezegd, als we bovenstrooms verschillende kleinere maatregelen kunnen nemen om het water vertraagd te laten afkomen, kan het ter plaatse ook gerust wat infiltreren, kan het daar ook staan en kan het dan eventueel bij het opsparen daarvan gebruikt worden. Op de volgende slide zie je dan eigenlijk meer een detailplan van hoe dat een stuw bijvoorbeeld erin geplaatst wordt om het water af te remmen. Maar ook weer open van beneden tot boven. Het water kan dus altijd door. Maar ook de vissen die er eventueel zouden zitten kunnen ook passeren. In tegenstelling tot de volle betonnen stuwen die in de tijd van de ruilverkaveling geplaatst werden. Ja, dat zijn eigenlijk vispassages die onmogelijk zijn. Op deze manier gaan we eigenlijk het water tegenhouden als er heel veel valt. We gaan het een klein beetje gaan opstuwen. Je ziet dan ook eigenlijk net na die stuw daar een klein gat zitten op ongeveer een halve meter van de bodem van de beek. Dat is eigenlijk de vulleiding van de waterput die erachter ligt. Dus op de technische tekening zie je dat dus ook. Er is een verbinding waarbij dat het water, als het wat opgestuwd wordt in de beek, dan ook in de put kan lopen om daar die waterput te vullen. Dus dan heeft het geen functie als wateroverlastbestrijding, maar dan ga je eigenlijk gaan profiteren van een buitje van een vijftal liter bijvoorbeeld, die passeert, de beek zwelt aan en het water kan eigenlijk in die put stromen. Is die put eigenlijk al meer dan vol genoeg, dan gaat het er niet instromen uiteraard, maar dan
is het eigenlijk meestal is onze redenering geweest van in de zomer is er een heel, heel lange droge periode geweest. De landbouwer heeft dat water gebruikt om te gaan beregenen. En als dan een keer een bui is die passeert, dan moet je ervoor zorgen dat je dat water eigenlijk ook al kunt capteren. Niet alle water, daarom is de inlaatconstructie boven de bodem van de beek geplaatst. Maar iedereen heeft eigenlijk recht op water, dus het teveel aan water kan in die put lopen. De rest loopt gewoon verder naar beneden. Dat is een uitvloeisel eigenlijk van het provinciaal waterputtenreglement, waarbij ik op de volgende slide dan enkele criteria gezet heb. Dus het is een vorig jaar, ja kijk, het is bijna 1 jaar geleden goedgekeurd. Dus in de provincieraad van 28 mei van 2020. En dat zijn eigenlijk private putten die helpen bij het waterbeheer. Dus het is eigenlijk een publiek-private samenwerking, waarbij dat we dus oppervlaktewater stockeren als er te veel is. Hè, en dat ze dan kunnen gebruiken bij schaarste. Niet iedereen kan daar zomaar van profiteren of meewerken daaraan. Er zijn verschillende criteria. Hè. Dus het recht van de aangelande via het burgerlijk wetboek is dat hij dus zich mag bevoorraden van water uit de waterloop. Dus is dat een criterium. Het perceel moet wel grenzen aan de waterloop. Het is niet de bedoeling dat je over x aantal percelen moet gaan om je een waterput te vullen, want dan zit je in een ander juridisch gegeven. De grootte van het afstroomgebied moet ook groter zijn dan 200 hectare. Heel specifiek omdat een waterloop dan op dat moment, als het een keer 5 liter regent, heeft het al een zeker afstroomvolume en kan je die waterput eigenlijk ook vullen. Het heeft weinig zin om bovenstrooms, als de praktisch nog geen 100 hectare afstroomgebied is om daar een waterput te gaan plaatsen, want dan ga je te weinig oppervlaktewater kunnen gaan collecteren uit die waterloop. Het afstroomgebiedje is te klein, het genereert te weinig water in de beek bij een regenbui om eigenlijk op die manier te kunnen werken. Dan moet je heel eerlijk zijn en zeggen van kijk, dat is een grondwaterwinning wat hier ook gedeeltelijk is, maar je kunt het eigenlijk niet echt vullen met oppervlaktewater. Dat is eigenlijk puur grondwater en dat is eigenlijk dan 100% een private aangelegenheid. We moeten ook een zeker volume hebben, we moeten ook een zekere grootte hebben van die put. Dus het moet zeker meer zijn dan een halve hectare, waarbij dat het perceel kan gebruikt worden om water te stockeren. Het is niet de bedoeling dat we private visvijvers of zo gaan aanleggen, want dan heeft dat ook geen enkele nut in het waterbeheer. Het moet ons helpen bij een wateroverlastproblematiek. Dus dan komen meestal de plaatsen die bovenstrooms een dorpskern ligt, die risico houdt op wateroverlast, komen ze eerder in aanmerking dan dat er ergens beneden strooms een put aangelegd wordt. Die bijdrage is al een stuk kleiner. Er moet uiteraard bij de betrokken landbouwer ook een waterbehoefte zijn, dus afhankelijk van zijn teeltplan of zijn teelten die hij gezet heeft. Het is niet de bedoeling om gras of mais te gaan beregenen, dus de waterbehoefte wordt ten opzichte van elkaar, dus de verschillende projecten die ingediend worden, worden in een weegschaal gelegd. En heel belangrijk, zeker ook naar jullie mensen, stedenbouwkundigen of omgevingsambtenaren, moet ik nu zeggen, de grond moeten ze verwerken op eigen percelen in de buurt. Dat we niet ver moeten lopen, maar ook dat er kan aangetoond worden dat het graven van die put en de ophoging van die percelen, dat het eigenlijk dienstig is voor dezelfde landbouwer en dat die landbouwer eigenlijk zijn eigen grondoverschotten door de aanleg van die put kan verwerken op zijn eigen percelen. Waardoor dat je met een gesloten grondsysteem zit. Als die afspraken maakt, bijvoorbeeld met zijn buur, en die buur kan ook die put gebruiken en ze werken daarin samen als een collectief met 2 of eventueel zelfs 3 landbouwers, dan is het uiteraard nog zeker meer aan te moedigen. Maar het is niet de bedoeling dat er 1 landbouwer een put laat graven en dat de aannemer dan moet zoeken naar afzetplaats bij een andere landbouwer. Dat krijgen we ook niet echt goed uitgelegd en dat is ook heel moeilijk om dat vergund te krijgen. Dus dat is eigenlijk voor het moment de grootste bottleneck bij veel landbouwers. Want ze willen dan natuurlijk de waterput aangelegd krijgen en dan de natte vallei gaan opvullen, omdat dat dan kan gebruikt worden voor andere teelten. Maar dan staan wij op de rem, omdat in een natte vallei, dat je dat als een natuurlijk overstromingsgebied kunt gebruiken. En daar gaan we ook niet mee in het verhaal. De volgende dia of slide
zie je dan eigenlijk nog enkele technische voorwaarden opstaan. Dus de stuw mag het water niet volledig indammen. Hè. Ook de plaats waar dat het staat moet op een achttal meter staan om dus eigenlijk te zorgen dat het zeker ook stabiel blijft, dat er geen water doordracht en dan een onstabiele oever zou veroorzaken. En het innamepunt moet minimum 30 centimeter boven de beekbodem. Dan kom ik bij het luik van de watertoets. Dus in het algemeen, de watertoets is bij de meesten onder jullie wel gekend, maar toch nog even herhalen dat dit uit het decreet Integraal Waterbeleid komt van 18 juli 2003. Dus die geeft aan dat er voor een vergunning een watertoets moet gebeuren met de bedoeling eigenlijk om schadelijke effecten te vermijden, te beperken of eventueel te herstellen en compenseren. Dat kan dus, als wij een watertoets doen, aanleiding geven tot het weigeren of een voorwaarde op te leggen bij de vergunning, waarbij dat er verschillende zaken kunnen gebruikt worden om die beslissing te motiveren. Het instrument zelf kan teruggevonden worden op de website watertoets. Om maar even aan te geven op de volgende dia hoe dat we in evolutie zijn van de watertoets en ons wateradvies. Het decreet is van 2003. De uitvoeringsbesluiten die komen altijd een tijdje later. Dus dat is dan 2006 waren die uitvoeringsbesluiten daar. De eerste dossiers kwamen wel af. Er was nog heel wat onduidelijkheid. Het was ook niet verplicht om een watertoets te vragen. Het was wel aan te raden. Maar dan heb je een geleidelijke stijging omdat het dan verplicht werd. Vanaf 2014 heb je bij ons een hele grote stijging, omdat we dan eigenlijk ook de watertoetsen voor de vroegere derde categorie waterlopen deden. En dat blijft eigenlijk maar verder stijgen, omdat je dan natuurlijk, het instrument is er nu, waarbij dat het niet meer manueel moet ingegeven worden van, gaan we een watertoets of een wateradvies vragen? Ja, dan niet. Het is gewoon van, kijk, het ligt daar. Het wordt automatisch via het omgevingsloket bij ons aangemeld. We zitten eigenlijk nu boven de 2000 dossiers op jaarbasis die we moeten adviseren. Bij het wateradvies bij ons in de provincie, waar houden we rekening mee? We hebben de grootte van het project. Dus afhankelijk van de grootte van het project tot beneden de 1000 vierkante meter de totale verharde oppervlakte, zeggen wij dat zijn kleinschalige projecten. Als de westelijk stedenbouwkundige verordening gevolgd wordt, dan geven wij geen advies. En dus over de grootte, het gaat niet alleen over de ligging zelf. Als het dicht bij een beek ligt, is het iets anders. Dan spelen de afstandsregels, maar hier is het specifiek de grootte. Als het tussen 1000 en 5000 vierkante meter ligt, dan gaan we de stedenbouwkundige verordening ook bekijken en geven we ook het advies ter controle van die voorwaarden. En houden we dus bij grotere projecten een vertraagde afvoer opleggen van 110, omdat je die buizen, je kunt ook kleinere buizen nemen, maar die raken dan veel te snel verstopt. Dat is dan ook niet zo efficiënt meer. Dus eigenlijk naar buffervolume, bij grootschaliger projecten gaan we dan inderdaad veel meer kijken. Dus we gaan kijken, zit het ook al of niet in een overstromingsgevoelig gebied? Dan leggen we buffervoorwaarden op. Infiltratie en buffering is eigenlijk gezamenlijk. En dan gaan we ook kijken naar de vertraagde afvoer. Zit die hoog genoeg? Waar zit die? Lukt dat allemaal niet? Dan gaan we inderdaad een ongunstig advies geven, waarbij dat er dan eventueel een bouwverbod komt. Het is altijd interessant om naar een pre-advies te gaan bij grotere projecten, om te zien hoe dat we eigenlijk gezamenlijk daar kunnen uitgeraken. De volgende slide zie je dan eigenlijk de verordening van het hemelwater. Op 5 juli is dat erdoor gekomen. Nu, ik denk dat dit redelijk gekend is, hoe dat dit zou moeten gebeuren. Dus die slide zit er eigenlijk ook in ter vollediging. Hoe groot het allemaal is en de dimensies die daarop staan, staan hier eigenlijk op. Ik zal het niet allemaal overlopen. Op de volgende slide zie je dan eigenlijk wat we bekijken, hoe dat het project omschreven wordt. Ons advies ziet er dus zo uit dat we altijd eerst gaan definiëren waar is de ligging van het project. Overstromingsgebied van de waterloop zelf, wie is de waterbeheerder, ligt het al of niet in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, hoe zit het met de bodemgesteldheid, zijn het infiltreerbare gronden, ja dan niet in,
leidt het eventueel in het signaalgebied waar dat er andere maatregelen zijn. Dus dat wordt bekeken. Maar dan ook de aard van het project wordt beschreven. Gaat het over het nieuwbouw of herbouw? Zijn het nieuwe verhardingen die erbij komen? Of ook is het een, naar het hoogte, naar de hoogte toe, is er een wijziging van het terreinprofiel? De afwatering, hoe zit dat in elkaar? Wat is het afwateringsstelsel? Zijn er hemelwaterputten? Zijn er ook voorzieningen met betrekking tot infiltreren en dergelijke zaken? Dus we moeten eigenlijk al die zaken bevatten. De dimensioneringen van de voorzieningen moeten erbij zitten. De totale horizontale dakoppervlakte moet er eigenlijk bij de aanvraag zitten. Verharde grondoppervlakte. Waardoor dat we eigenlijk kunnen gaan een inschatting maken van het effect dat het project heeft op het watersysteem. Vervolgens hebben we dan eigenlijk nog andere gegevens. Ligt het dan, hoe zit het verder? Rond het project ligt het binnen een afstroomgebied van de tweede categorie. Ja, dan is het voor de provincie. Is het binnen polder, dan, of is het bijvoorbeeld de water op eerste categorie, dan zijn het andere waterbeheerders. De volumes die we hanteren bij de grootte van het project is hoofdzakelijk eigenlijk naar buffering toe. Een 330 kub per hectare buffervolume met een vertraagde afvoer van 10 liter per seconde per hectare. Als het niet in effectief overstromingsgevoelig gebied is, als het in een gewone open ruimtegebied is waar dat er iets aangelegd wordt. Ligt het in een effectief of nabij een effectief overstromingsgevoelig gebied en het is mogelijk om daar iets te doen, dus naar compensatie van het ingenomen volume, dan gaan we wel naar een 410 kub per hectare, dus gaan we meer gaan vasthouden omdat we dus eigenlijk een overstromingsgevoelige zone naderen. Dus dat kan zijn dat er een groot project gecreëerd wordt net voor een heel gevoelig gebied, daar gaan we strengere eisen aan opleggen. Het heeft heel veel te maken ook met de terreinkennis die er is, die zowel bij de gemeente als bij ons in de provincie gekend is. Dus dat speelt allemaal mee. Hoe zit de verdere adviesvorming er dan nog in elkaar? Dus de voorziene maatregelen, het gaat dus over verschillende volumes en verschillende lozingsdebieten, dus het volume op zich is iets minder belangrijk. Het is vooral de manier waarop dat er water teruggegeven wordt aan de waterloop, dus eigenlijk de vertraagde afvoer, die ervoor zorgt dat we al of niet een versnelde afvoer krijgen. Dus dat zijn dan eigenlijk die verschillende voorwaarden die erin staan. Dus hoe zit onze de rest er dan uit? Als de nodige infiltratie en de buffervoorzieningen eigenlijk voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn, dan geven we een gunstig advies. Als de nodige infiltratie en buffervoorzieningen niet voldoen, dan hebben we nog altijd de mogelijkheid, en dan doen we eigenlijk ook, proberen zoveel mogelijk een voorwaardelijk gunstig advies te geven, waarbij dat we dus inderdaad ook motiveren welke voorziening dat er zou best aangepast of gewijzigd worden. Als het volume eventueel moet vergroot worden of er kan eventueel een wadi ingeschakeld worden doordat we op het terrein ook bepaalde zaken gezien hebben en we denken dat het zonder eigenlijk een nieuw plan in te dienen kan lukken mits enkele voorwaarden die de vergunningsverlener geeft, dan geven we voorwaardelijk gunstig. Als we zien dat er toch echt een opnieuw tekenwerk nodig is en dat er opnieuw het een en ander van nieuwe plannen moet aangemaakt worden, geven we ongunstig, omdat de schadelijke effecten te groot zijn. Dus we geven uiteraard altijd de voorkeur aan een infiltratie en een buffervoorziening in een open profiel, omdat je dan eigenlijk veel beter ziet en veel beter kunt controleren hoe dat het allemaal werkt. En ook een wadi die onder een infiltratievoorziening die onder de grond zit. Ja, een buffering in buizen bijvoorbeeld, wat dat een rioleringsdossier meestal heeft, daar zijn wij geen voorstander van. Betonnen buizen in de grond steken kost ook heel veel. Dus je zou veel beter kijken, zeker ook bij de opmaak van hemelwaterplannen, waar dat je eventueel naar publieke ruimtes kunt, waar dat een collectieve wadi kan aangelegd worden voor één of meerdere projecten die nog in de pijplijn zitten, waarbij je dus inderdaad het water gerust kunt laten staan om te infiltreren. De adviesvorming zelf op basis van het terreinprofiel, dus ophoging van terreinen, kan dit niet. Dat is altijd weer te zien. Bij wijze van spreken kan de Kemmelberg
gevolgd worden. Maakt voor ons niet uit. Naar hoogte toe en naar watersysteem toe. Natuurlijk, de vegetatie en de biodiversiteit die daar is, zal dit niet toelaten. Maar dat is een ander verhaal. Wij gaan dus inderdaad iedere keer gaan nakijken van hoe zijn de nadelige effecten van die terreinwijzigingen er ja dan niet in. Ja, hoe zit de helling van het terrein na de uitvoering? Is de helling naar de andere kant geplaatst, waardoor dat percelen die geen water ontvangen, ze nu wel ontvangen? Dus dat wordt eigenlijk bekeken. De ophoging naast de waterloop, is dit in een valleigebied of is het niet in een valleigebied? Kan dit niet? Dus als het geen aanleiding heeft tot verzwaring van de naastliggende percelen of van de ontvangende waterloop, dan geven wij gunstig. Dus een ophoging van een perceel is niet altijd per definitie ongunstig. Dus het kan gerust zijn dat percelen opgehoogd kunnen worden. Als het natuurlijk wel aanleiding heeft tot een verzwaring van een naastliggend perceel of van de ontvangende waterloop. En er kan nog iets aan gedaan worden door bijvoorbeeld een grachtenstelsel te gaan herwaarderen, waardoor dat water ter plaatse weer kan afgeremd worden. We kunnen nog altijd een voorwaardelijk gunstig advies geven. Als het te geweldig is of te groot is, dan geven wij inderdaad een ongunstig advies. Wat ook meespeelt in onze adviesvorming is projecten langs de waterloop zelf. En dat is dan de afstandsregels. De wet op de onbevaarbare waterlopen dateert nog altijd wel van 1967. Maar we hebben ondertussen al een paar aanpassingen gekregen. Wat is er hier voor ons van belang? Het uitgangspunt is dat we moeten het beheer en het onderhoud van de waterloop kunnen blijven doen. Wat staat daar dan in die wetgeving? Dat we een vrije strook van 5 meter hebben, een erfdienstbaarheidszone. Heel belangrijk is dat dit aan beide kanten van de beek is. Er mogen aan beide kanten van de beek geen constructies opgetrokken worden. Ook geen carport, ook geen grote haven en heggen en zo die het onderhoud van de waterloop belemmeren. Er kunnen kleinere afrasteringen komen waarvan de afstand beperkt is, de hoogte beperkt is. Dus de hoogte mag 1,5 meter hoog zijn, waardoor dat we er kunnen achterrijden. Bijvoorbeeld, een typisch voorbeeld is een afsluiting in een weide voor koeien bijvoorbeeld, waar dat we wel nog kunnen langsrijden, achterrijden om zo het onderhoud te doen. Die erfdienstbaarheid betekent ook dat wij daar mogen passeren, maar dat de eigenaar ook de onderhoudslast heeft. Dus de maai- en de ruimingsspecie moet hij aanvaarden, hij of zij. Wat er ook in onze wetgeving staat, is dat er geen grondbewerkingen mogen gebeuren 1 meter vanaf de talu-insteek. Dus de 1 meter vrije zone, die moet eigenlijk gevrijwaard worden. Dus aanplantingen van bomen kunnen. Een nieuw uitvoeringsbesluit die op stapel ligt, die op stapel staat, spreekt over 12 meter. Waarbij dat een afstand tussen bomen 12 meter moet zijn, maar ook niet op 2 of 3 meter van de beek, maar zo dicht mogelijk bij de beek, ofwel 5 meter van de beek. Dus waardoor dat we met de kraan erdoor kunnen. Als we die redenering eigenlijk volgen bij de advisering, dan is het ook duidelijk waarom dat we die 5 meter zone eigenlijk daar heel streng op zijn, omdat we anders ook niet meer kunnen passeren. Heel belangrijk hierbij, dat speelt ook, of dat is ook van kracht bij een ingebuisde waterloop. Dus het profiel van de beek zou in theorie weer in een open profiel moeten kunnen gelegd worden. Dus daar wordt eigenlijk op die manier ook mee rekening gehouden. Dus de afstandsteels zijn ook bij een overwaarde waterloop. Een ander deel wat niet meer nodig is apart, is een machtiging van de waterloop. Dus dat zit ook mee nu in het advies, alle tijds eigenlijk. In het advies, dus als er een wateradvies gevraagd wordt en er moet bijvoorbeeld een waterloop verlegd worden door een verkaveling, of er moet een onderboring gebeuren of een lozing op die waterloop, dan zijn er nog steeds mensen die vragen van ja, we zouden nog een aparte machtiging nodig hebben daarvoor. De keer dat er een advies gevraagd geweest is bij ons in de provincie West-Vlaanderen voor het project zelf, dan heb je een luik advies rond met betrekking tot de watertoets, maar heb je ook een luik machtiging. Wij werken aan een waterloop, de machtiging zelf. Het is dan uiteraard van groot belang dat dit als machtiging ook mee in de vergunning mee opgenomen wordt, waardoor dat er dus ook op dat moment ook een machtiging gegeven is. Dus het eigenlijk mee geïntegreerd kader van administratieve vereenvoudiging in het wateradvies zelf.
kom ik eigenlijk bij de vragen rond meldingen of vergunningen van grondwater. Dat is iets wat wij de laatste paar jaar ook meenemen in ons advies. Als je dus bijvoorbeeld bij grote serres of foliebassins zien dat er daaronder grondwater weggepompt wordt, dan gingen ze ervan uit dat het tijdelijk was voor de aanleg daarvan. Als het permanent is, dan gaan we daar eigenlijk ook wel op letten en gaan we ook rekening daarmee houden. Dus het gebruik van het grondwater zelf moet uiteraard gemeld worden aan de VMM om naar een heffing toe te gaan. De vergunning die nodig is voor het oppompen van water wordt dan eigenlijk ook meegegeven of meegenomen op basis van een Vlarem-rubriek in de vergunning. Ja, de cijfers daaronder zijn wat ter illustratie van wanneer dat waterplotse is. Rond hemelwater, daar is ook een vergunning nodig om dus je water te gaan opslaan. In het kader van waar kun je nu welk water gaan gebruiken. Het beste is dus eigenlijk het opvangen van alle waterafkomsten van de verharde oppervlakten. Maar ook voor diep drainagewater heb je een vergunning nodig. En er is voor het oppompen van water, dus boven de 500 kub, is er een debietsmeter ook nodig. Alternatief water dat kan gevonden worden, het effluent water van de zuiveringsinstallaties. Kan je ook niet zomaar gaan ophalen, dat moet ook voldoen aan bepaalde eisen. De FAVV is het nu meer en meer onder de loepen aan het nemen, dus er is niet enkel een gebruikscertificaat nodig, maar er zouden daar, naar het schijnt, ook kwaliteitsregels aan verbonden zijn. Wat is er nodig om water te capteren uit oppervlaktewater? Op dit moment is het voorlopig nog gratis. Dus elkeen mag water uit de onbevaarbare waterloop nemen om zijn percelen, de aangelanden mogen dit doen om hun eigendommen te gaan bevloeien. Wat heel belangrijk is, en dat is iets wat wij heel hard op letten, er mogen geen afdammingen gebeuren, waardoor dat eigenlijk degene die beneden strooms ligt, geen water meer heeft. Dus het volledig ophouden van het water kan niet. Er kan wel afgeremd worden om water te kunnen gebruiken, maar het volledig toezetten van een beek is niet toegelaten. Vanaf openbaar domein, dus vanaf een weg of vanaf een brughoofd, kan er wel water genomen worden uit de waterloop, omdat water wordt beschouwd als van, het is van niemand, en maar het is ook van iedereen. Het kan door iedereen gebruikt worden, alleen zijn er natuurlijk wel wetgevingen die daaraan te pas komen. Is er een te grote vraag en raakt het systeem overbevraagd, dan kan zowel de burgemeester of de gouverneur in het kader van de openbare orde en veiligheid en gezondheid artikel 128 uit het provinciedecreet gaan inroepen om een captatieverbod in te stellen. Ook de burgemeester kan dit bijvoorbeeld doen als er bijvoorbeeld overlast is op een bepaalde plaats. Er is wel een regelgeving rond een uitvoeringsbesluit die klaar ligt, die ook voor de zomer verwacht wordt. Ze zeggen er niet bij van welk jaar, maar we gaan ervan uit dat het dit jaar nu voor dit jaar zal zijn. Het was al voorzien voor vorige zomer. Waarbij dat er een melding moet gebeuren om gedurende 1 maand water te mogen capteren op één plaats. Er komt een algemeen meldingsloket voor alle waterbeheerders. Dus degene die water capteert moet niet meer weten welke waterloop het specifiek is. Ben ik eigenlijk rond met het verhaal? Het is een hele boterham. Zoals Bart ook al gezegd heeft, de slides zijn beschikbaar. Maar voor ons nog een heel klein resume. Wij gaan uit als provincie West-Vlaanderen. En dat is eigenlijk een slagzin die we jaren gebruikt hebben. Eerst droge voeten en de rest is bespreekbaar. Dus dat was eigenlijk in tijden van wateroverlast dat er volop was. Zijn we al een 5-tal jaar gespaard gebleven van wateroverlast. Dus deze slagzin raakt een beetje uit de mode, bij wijze van spreken. Dus het terugdringen van de risico's op wateroverlast en watertekort, die zijn in samenhang. Natuurlijk, als deze zomer op verschillende plaatsen heel veel water valt bij een zomers onweder, gaan wij uiteraard weer ons uiterste best doen om dergelijke zaken niet meer tegen te komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat door de maatregelen die we in de afgelopen 10-tallen jaren al gedaan hebben, ook mijn voorgangers,
dat we daar toch al de risico's op wateroverlast op veel plaatsen toch al serieus beperkt hebben. Dus we moeten van het begin beginnen met een goed onderhoud van het systeem, ter plaatse vasthouden. Dat doen we administratief via een watertoets, maar ook kleinschalige maatregelen die we nemen boven stooms, waaronder ook erosiebestrijding en zo. We gaan dan meer ruimte geven aan het water. Daar gaan we hard op inzetten om die ruimte voor het water te gaan behouden of te gaan creëren. En dan in laatste instantie gecontroleerde overstromingsgebieden aanleggen als het niet anders kan. Waarbij dat we dan eigenlijk ook komen, zeker naar de mensen en de aangelanden toe, van de afstandsregels tot de beek. Ik kan dat heel droog en theoretisch uitleggen, maar eigenlijk, op z'n West-Vlaams, bluf de bedje van de beken. Start met een meter. De keer dat ze dat weten, dat ze daarvan blijven, dan zijn er al heel veel zaken die we kunnen voorkomen. En die we problemen naar waterkwaliteit, naar waterkwantiteit en naar het afschuinen of het inzakken van oevers eigenlijk kunnen voorkomen. Dus dat was eigenlijk het waterbeheer in West-Vlaanderen. Waarbij dat de laatste slide eigenlijk een impressie heeft van wat we allemaal doen. Dus niet alleen gewoon onderhoud, maar ook sensibilisering en niet naar wateroverlast, maar ook naar ecologie zoals vispassages aanleggen en dergelijke. Ik hoop dat ik ongeveer een klein beetje binnen mijn tijd gebleven ben, want ik heb eigenlijk niet gelet op het uur. Vooral ja, ik denk dat dat heel goed gelukt is hoor. Hartelijk dank. Ja, ik ga eens even willen teruggrijpen naar de chat. Mensen mogen uiteraard ook live tussenkomen, maar... Leen de Klerk, ben je daar? Je hebt een aantal dingen gepost in de chat. Ook even vragen of dat er nog vragen zijn. Jullie mogen natuurlijk ook allemaal tussenkomen. Het is een heel concreet, maar ook heel boeiend en duidelijk verhaal geweest. Leen, ben je daar? Ja, ik ben er. Okay. Eigenlijk een aantal vragen die bij mij opkwamen in de loop van de toelichting. Bij de toelichting over het waterputreglement... wordt er inderdaad gezegd een afstromingsgebied van 200 hectare, maar heeft dat dan ook een, of speelt het ook een rol waar in het gebied die put dan mag worden voorzien? Want ik veronderstel, of ligt dat verkeerd, dat dat misschien best dan centraal in het gebied gebeurt en dat dus de landbouwers die zich aan de randen bevinden daar niet de mogelijkheid toe hebben? Of dat dat weinig zinvol zou zijn, of zie ik dat verkeerd? Nee, het is het afstromingsgebied van de zwaar. Dus eigenlijk, je moet je voorstellen, een landbouwer heeft een perceel waar dat hij gewassen wil telen in de buurt die hij wil beregenen. Hij heeft daar een perceel voor in zijn hoofd, waarvan dat hij denkt van hier kan ik eigenlijk het water verzamelen. Dat is een plaats waar dat eigenlijk toch ook ja, bij de beek ligt, maar niet ver ligt. En dan is het eigenlijk voor ons op kaart te gaan uitzoeken van dat perceel, hoeveel water passeert er hier in die beek? Dus wat is eigenlijk het afstroomgebied op dat punt van dat perceel? En dat punt moet eigenlijk minimaal een afstromingsgebied van 200 hectare hebben. Dus het is eigenlijk een soort, ja, het afstroomgebied is een soort wolk, waarbij dat je alle zijgrachten en zo, al het water dat in dat gebied valt, passeert, valt daar en loopt in de beek. En dat is eigenlijk het afstroomgebied op dat punt. Is het een beetje verder, 250 hectare afstroomgebied of 300 hectare afstroomgebied, maakt voor ons eigenlijk niet uit. Het is alleen van, er moet voldoende water al kunnen gecollecteerd worden in een bovenstroomse gebied, om eigenlijk, wanneer dat die beek langs het perceel van die landbouwer passeert, om daar eigenlijk een voldoende grote waterhoeveelheid te hebben bij een ja, doorsneebui, zoals dat we er de afgelopen dagen nu gehad hebben. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ja, maar dat is wel heel moeilijk, omdat... te kennen. Dus uiteindelijk moeten ze sowieso bij jullie zijn daarvoor. We hebben daar inderdaad een kaart voor die we zelf eigenlijk hanteren om dat te weten. Een keer dat ze weten dat het een ingeschreven waterloop is, zitten ze eigenlijk al aan 100 hectare. Dus dat is een gemeentelijke waterloop, zoals ik in het begin van de uiteenzetting ook aangegeven heb. Ja. Een waterloop wordt ingeschreven vanaf een afstroomgebied van 100 hectare. Als het kleiner is, blijft het een private gracht. Dus het zijn eigenlijk, als ze een vraag hebben, dienen ze dit in. We zijn ons daarvan bewust dat ze, de landbouwer dat zelf niet zo heel goed weet. Dus we zijn daar nu over aan het nadenken. We zijn al in een tweede ronde.
hoe dat we eventueel de aanvragen al veel gerechter kunnen doen, dat ze met een tool eventueel zelf ook al een beetje kunnen inschatten of ze in aanmerking komen, ja dan. Ja. En is er dan ook omgekeerd ergens een initiatief vanuit de overheid om de landbouwers of de gronden die daar eventueel voor in aanmerking zouden komen, ergens te inventariseren? We hebben een inventaris van percelen die kunnen in aanmerking komen, die al of niet geschikt zijn. Dat is iets wat we intern eigenlijk gebruiken als afwegingskader. Maar we gaan eigenlijk uit van, we gaan niet zelf als overheid gaan vragen van kunnen wij hier iets doen. Dat is wat dat we altijd doen voor investeringswerken. We hebben dan eigenlijk een ideale zone voor overstromingen te gaan tegengaan. En daar ervaren we dat als wij iets vragen om iets te krijgen, dat het moeilijker is om dat te kunnen bekomen dan dat de landbouwer zelf met een vraag zit. Hij heeft de vraag namelijk, hij heeft water nodig. En kan hij meewerken met de overheid? Op die manier is het vraag gestuurd van benedenuit. Ja. En is het, ja, het draagvlak, om het zo te zeggen, is veel groter. Ja. Dus de plaatsen waar dat we werken, is eigenlijk, ja, we hebben nu een vijftal plaatsen voor dit jaar. We zijn weer opnieuw met de lichting van 2021 bezig met een 6-7 projecten aan het uitwerken. Dus het is niet zo dat we zeggen van we willen hier nu 150 dossiers, want we kunnen dat fysiek ook niet aan om dat te gaan ontwerpen. Dus we selecteren eigenlijk de beste dossiers die naar volume toe, maar ook naar financiering en naar uitwerking toe, want we moeten dat ook allemaal voorbereiden en doen. Dus wij bieden ook zelf aan om de ontwerpen te maken en de vergunning aan te vragen voor de betrokkenen. Dus het enige wat dat de landbouwer moet betalen is eigenlijk het grondverzet voor het permanent volume water dat eigenlijk is in de put aanwezig blijft. Ja. En is dat dan een provinciaal project als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd? Is dat omdat uiteindelijk de draagwijdte van zo'n infrastructuur, ja, die 200 hectare bedraagt? Ja, dat is het bovenstroomse gedeelte. Dus wat het nut van het werk zelf, van het project zelf betreft. Dus het is sowieso de landbouwer in zijn naam, want het is op zijn grond, wordt aanvraag gedaan. Het is langs een water op tweede categorie gelegen. Dus we gaan, is de provincie eigenlijk de vergunningsverlenende overheid. Dus het is eigenlijk, ja, het is een samenwerking van. Hè. Dus wij bereiden alles voor. Maar het is eigenlijk de landbouwer die begunstigde is van de vergunning. Maar de vergunning is overdraagbaar, dus dan doen wij eigenlijk de werken op zijn gronden. De provincie is altijd vergunningverlenende overheid dan? Voor projecten langs waterloop, tweede categorie, waar dat er gewerkt wordt aan de waterloop, ja. Moeten wij inderdaad, dat staat geloof ik op een stoplijst van werken die wij als provincie moeten vergunnen. Oké. Dan verder in wat met de adviesverlening in het kader van de watertoets. Je sprak van verhardingen vanaf 1000 vierkante meter, maar de werken ze hebben niet altijd betrekking op verharding. Hè? Dus ook reliefwijzigingen, nivelleren van landbouwgronden, die vragen krijgen wij ook nog altijd. Wordt er dan wel degelijk ook advies verleend door de dienst waterloop? Ja. Ja, ja, toch wel. Dus we gaan inderdaad kijken van, goed, ja, als er een carport gezet wordt, de mensen zeggen van ja, het is kleiner dan 40 vierkante meter, we hebben toch geen vergunning voor nodig, doe gewoon een melding aan de gemeente. Maar dat staat bijvoorbeeld in de 5 meter zone, ja, dan moeten wij daar wel de kans krijgen om dat negatief te gaan adviseren of een ongunstig advies te geven, omdat wij dan niet meer door kunnen voor het onderhoud te doen. Ja. Dus dergelijke zaken, het is niet omdat die carport minder dan 1000 vierkante meter is dat we er niet naar kijken. Dus we kijken altijd, ligt dit wel in de buurt van de waterloop? Zijn de afstandsregels van in de waterloop gevrijwaard? Ja, dan niet. Zijn ze niet gevrijwaard, dan geven wij een negatief advies. Ja, nu, dat was mijn derde vraag eigenlijk al. Maar nu dat er trouw over bezig ging, zijn mensen weten gewoon niet dat je inderdaad een vergunning nodig hebt. Ze kijken inderdaad naar hetgeen dat er in de pers staat, 40 vierkante meter, geen vergunning. Ja. En meestal is dat maar... Ja, zeker als het dan nog over een ingebuizen waterloop gaat, moeten ze al weten dat er ligt ten eerste. Ja. Dus dat is wel moeilijk om daar ergens handhavend of sturend in op te treden. Dat is niet evident, dat klopt. Het is sowieso meestal mensen die iets kopen, ze kopen een huis en daar ligt een beek onder.
dan zeg ik, en die mensen worden daarmee geconfronteerd, dan vraag ik altijd om in een notariële akte een keer na te zien of dat erin staat of niet. Ja, wat staat niet in mijn akte? Ja, dan moet dus eigenlijk de notaris eigenlijk, bij wijze van spreken, ze een held terugvragen, om het zo te zeggen, want de notaris moet het effectief ook opnemen in de akte. Dus ze zouden dat op die manier moeten weten, maar besef ook dat het niet altijd zo is. We hebben ook al uiteenzettingen gedaan voor de groep van notarissen, dus die zijn dan allemaal braaf van, ja, oké, we gaan het allemaal opnemen. En ik moet eerlijk zijn, de merendeel doet dat, maar het is altijd wel die dit niet gedaan heeft, die dan bij ons komt, of de mensen die dan bij ons komen, die dat niet weten. Maar dan hebben wij ook, en dat is, heb ik niet 100% aangehaald, maar wij doen ook aan handhaving op onze wet onbevaarbare waterlopen. Dus wij kunnen ook, als er in die 5-meter-zone iets staat, een brief schrijven van, kijk, gelet daarop, daarop, liever dat te verwijderen of af te breken of te herzetten, op een andere afstand dat we kunnen passeren. En we kunnen inderdaad, we hebben 4 handhavers in dienst die dit naast hun andere taak ook doen. Dus toezichters of districtsingenieurs, en die kunnen ook een PV opmaken. Ja. Nu, opzij, allee, de notarissen kunt inderdaad wel in de akte zetten, maar ik denk dat er weinig mensen zijn die heel de akte lezen. Ja, ja. Ja. Ik ben blij dat ze neus hebben en de kleine lettertjes worden niet gelezen, hè, dat weet ik. Wat ja. Ook heel veel gebeurt. Ja, een boom zetten is niet vergunningsplechtig. Hè? Nee. Een boom zetten, iedereen mag een boom in zijn tuin zetten. Ja, natuurlijk, als de x aantal bomen daar 20 jaar staan en het is een bos, dan heb je wel een kapvergunning nodig. Maar een boom langs de waterloop zetten is wel vergunningsplechtig, omdat wij dat natuurlijk wel moeten kunnen ook zeggen van hij staat op de juiste afstand of hij staat eigenlijk niet op de juiste afstand. Dus een voorbeeld is, zet een boom op 2 meter of 3 meter van de beek. Ja, wij kunnen daar onmogelijk nog bij met een kraan om daar het onderhoud te doen. Dus in die zin, ja, de mensen als laatste beeklijn, het is daarom dat we ook willen wat sensibiliseren van, jongens, jullie liggen naast de beek. Oké, we beseffen, het is een last, hè, maar het is ook natuurlijk een kleinschalig landschapselement. Dus het heeft een maatschappelijk belang, die waterloop, een groot maatschappelijk belang in mijn ogen. Dus respecteer die ook en denk 2 keer na voor je iets doet bij zo'n waterloop. Oké, dank u wel. Ja, merci Jan voor de degelijke antwoorden uiteraard. Ik zie hier wel geen verdere vragen, dus aangezien dat we stilaan toch een beetje beginnen uitlopen, zou ik richting onze volgende spreker willen gaan. Jan, hartelijk dank voor uw uiteenzetting. Ik denk dat het heel praktisch en duidelijk was. Mochten er nog vragen zijn, kunnen mensen jullie ook natuurlijk nog altijd verder contacteren, hè? Neem ik aan. Absoluut, geen enkel probleem. Super,